zaterdag 29 mei. En een maandag, tweede Pinksterdag, die gaat heel de horeca open. Dan ga ik eens even kijken, links en rechts eens even kijken hoe dat moet. Zeg het eens. De coronatijd is versoepeld, wat vind jij ervan? Nou, dat weet ik niet. Ik ben er nog steeds een beetje bang van. Ja? Ja. Hoe beleefde jij die coronatijd? Nou, ik ben alleen, het is nog wel anders, hè. Ik fiets gewoon heel veel. Lekker buiten zijn. Ja. Maar de versoepeling ben je een beetje bang van? Ja, ik weet niet meer geworden, hè. Al die drukte zo, bijvoorbeeld dat je allemaal langs moet lopen. Ik vind dat rustig wel lekker. Nou, ik vind de versoepeling wel prettig. En ik denk dat het ook wel verantwoord is om het buiten een beetje te versoepelen. Ja, allemaal zonder verstand gebruiken en weer langs op gang komen, denk ik. En een beetje afstand houden waar het nodig is. En langzaam weer de goede kant op. Wat denk je van de toekomst? Weet ik niet. Ik vraag me af of alles weer herstelt zoals we gewend waren. Aan de ene kant zijn we snel geneigd om weer het ritme te pakken en weer door te gaan. Aan de andere kant denk ik dat er is veel tijdens de corona veel dingen eigen geworden om afstand te houden, om mensen te ontwijken, om te doen. Ik denk ook dat er ook een stukje ingebed is. En voor we dat maar loslaten, ik weet niet of we nooit de wereld krijgen die we hadden. Dat weet ik niet. Qua sociaal samen zijn, elkaar vast kunnen pakken, elkaar vertrouwen in, het gaat goed. Ik weet het niet. Vroeger dacht je er niet over na, hè? Je zat langs wildvreemden, het was allemaal goed. En nu weet ik het niet. Ja, wat ik ervan vind is eigenlijk niet belangrijk, maar we moeten. Want anders gaat, denk ik, heel de economie naar een hond. Dus we zullen iets moeten doen. En ik hoop dat alle mensen logisch na blijven denken. Maar ik heb er een hard hoofd in, laat ik het zo zeggen. Dus... Wat denk je van de toekomst? Over een jaar of 5, 6, dan zijn we wel weer op het punt van waar we geweest zijn. Maar zo lang duurt het wel voordat we echt de economie weer recht getrokken wordt. Wat vindt u van de versoepeling van de corona? Daar ben ik heel erg blij mee. Ik hoop vooral voor alle mensen die willen sporten en alle gezonde bezigheden willen doen, dat die ook vooral weer aan de gang kunnen. Hoe denkt u over de toekomst? Nou, ik zie de toekomst op zich nog wel heel positief in. Ik denk dat als we ons aan de regels houden van de corona, dat we er weer bovenop komen. Dat geldt natuurlijk ook voor andere landen, die moeten dan ook wel meewerken. Maar daar heb ik wel vertrouwen in. Over corona, daar heb ik helemaal geen verstand van. Ik ben bang dat we straks een tweede golf krijgen. Ik ben nu al blij dat er wat meer mag. En het artikel van morgen in het AD gaf ook nogal wat positieve punten aan. Maar ik ben toch bang dat we er niet meer vanaf komen. En ik ben erg voorzichtig, ik zit echt midden in de risicogroep met mijn 81 jaar. Maar ik heb altijd goede zin. Het zal allemaal, ik hoop er maar op dat het goed blijft. Wat denk je van de toekomst, meneer? Ja, en misschien een iets andere wereld. Misschien een wereld waarin we voorzichtig moeten blijven. Want ik denk niet dat je het virus nog wegkrijgt. Maar dat denk ik. Ik ben geen viroloog, hè. Maar ik denk dat je het niet wegkrijgt. Dus dan moeten we ons allemaal aanpassen. En dat hoop ik dat iedereen ook wil doen. Ik vind het eigenlijk wel goed. Ik vind ook dat zaken net als kapsalons, fysiotherapeuten en zo wel moeten beginnen. Maar evenementen waar een heleboel mensen opeen komen, dat vind ik nog not done. Dus. Wat vindt u van de toekomst? Sorry. Nou, ik denk dat de toekomst nog niet zo... Dat zal nog niet versoepeld worden, denk ik. Het zal nog wel even duren voor het... Allemaal over is. Dat denk ik. Dus voorlopig moeten we nog wel eventjes opletten. Ik blijf het heel spannend vinden. En ik denk dat we heel erg afhankelijk zijn met z'n allen, hoe we er met z'n allen mee omgaan. Ja, korter kan ik het niet zeggen. Wat vindt u van de toekomst? Ja, ook spannend. En nogmaals, hoe gaan we ermee om? En ik denk zo'n virus... Ik denk echt helemaal weg zal het waarschijnlijk niet gaan. Net zo min als een griepvirus eigenlijk ook nooit weg is. En dan denk ik weer dat we dus met z'n allen gewoon goed uit moeten kijken en voorzichtig zijn. Nou, ik vind het wel een tijd worden dus dat er een versoepeling komt. Want ik maak er gebruik van. Ik ga morgen uit eten of overmorgen. Dus dat heb ik helemaal verteld. Ja. Wat denk je van de toekomst? Waarvan? Van de toekomst. Van de soep kom. Dat is je van de toekomst. Van de toekomst, oh, dat is heel anders. Ik weet het niet, daar kan ik geen voorspelling van doen.
Maar ik ben bang dus dat het terugkomt nog. Dat we er niet van afkomen. Net zo midden van de griep, daar komt ook nog van af. Ik vind het wel op zich een heel goed iets. Ik denk dat we wel moeten inzien dat, het echt nog, dat we er zeker nog niet zijn. Maar dat we wel een beetje lucht krijgen en het idee hebben dat we weer een beetje kunnen gaan leven. Dat we toch weer naar het terras kunnen, maar wel alles onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. Maar het lijkt me wel een heel goed iets om het in ieder geval weer soepel te houden. Hoe zit je in de toekomst? Ja, ik weet het niet. Er wordt gezegd dat er misschien weer een tweede piek komt. Of dat is afwachten. Ik denk dat niemand dat weet. Dat is koffiedik kijken, denk ik. Van, ik ben geen medicus om te zeggen van dit of dat gaat er gebeuren. Dus ik hoop dat we het er goed afbrengen. En dat we zo verder kunnen. Steeds dan stilletjes weer een beetje stapje voor stapje vooruit kunnen. En weer kunnen leven. Wat vind ik daarvan? Dat is een lastige. Van de ene kant goed, denk ik, hè, want het moet toch allemaal weer een beetje doorgaan. Maar van de andere kant best wel spannend, want je weet natuurlijk niet wat je gaat doen. Dus, wat vind je van de toekomst? Nou, ik denk dat het allemaal wel weer goed komt. Het zal een tijd duren, ja. Maar ja, we moeten vertrouwen blijven houden, denk ik. Wat vindt u van de versoepeling van de corona? Ja, in zal het moeten. En ik vind het natuurlijk van de ene kant wel fair. Maar van de andere kant, als de mensen zoveel mogelijk buiten blijven, dan gaat het wel. Maar binnen is het heel eng, vind ik. Want als hier in de winkel ook, het is heel klein. Ze staan heel dicht bij u. En wij proberen allemaal wel. Maar je kunt dus niet terug uit. Maar ik vind het een beetje eng. Wat vind je van de toekomst? Nou, die zal er niet leuker op worden. Dat denk ik niet. Maar ja... Ja, we vinden verder van de toekomst. Je kunt er niks van verder afwachten. Ik hoop alleen dat er geen piek meer komt. Dan is het goed. De versoepeling van de coronatijd. Hoe beleefde jij het? Ik merk ook wel dat iedereen zich wel redelijk aan de regels houdt die ze al hebben opgelegd gekregen. Ik hoop ook dat mensen die ziek zijn, verkouden zijn, zich niet lekker voelen, toch thuis blijven ook om ons te beschermen als winkeliers. Maar ook de bezoekers, de overige mensen... En dat is wel belangrijk dat ze dat blijven doen. Hoe ziet jij de toekomst in? Nou ja, ik denk dat iedereen zich aan de regels gaat houden. Dat we snel, relatief weer terug zijn. En ja, als dat niet doet, dan denk ik dat we er nog heel lang mee blijven zitten. Ik denk dat het allemaal wel heel erg snel gaat. Van mij had het best een beetje langzamer gemogen. En dat wil niet zeggen dat ik het niet fijn vind. Maar ik denk niet dat het handig is. Ja. Hoe ziet u de toekomst? Dat weten we niet. We wachten gewoon maar af. Wat vind ik daarvan? Ja, ik, van de ene kant vind ik het een goed ding, van de andere kant vind ik het ook nog steeds eng. Want ik weet niet welke kant het op gaat. Je ziet in andere landen, net als in Zuid-Korea, dat ze toch wel weer een terugdraaien zijn. Dus ja, ik heb het er nog niet zo op. Wat denk je van de toekomst? Van de toekomst? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik hoop... Dat het de goede kant op gaat. Er zijn geleerden die zeggen dat het hierbij blijft. Er zijn geleerden die zeggen van er komt nog een tweede golf aan. Dus ik hoop dat die eerste gelijk hebben. Hoe beleefde jij de coronatijd? Ja, het is wel raar. En we hebben ook een tijd niet naar school gekund. Maar we mogen over een weekje weer helemaal naar school. En ja, daar ben ik wel blij mee. Toch wel. Ze vinden het blij dat je naar school moest? Ja. Ja? En dan ben ik er veel. Ja. Ook. Ja, af en toe wel. Meneer, wat vindt u van de versoepeling van de corona? Ja, prima. Ja? Prima. Moeten ze snel stoppen met deze dictatuur van het RIVM? Ja. Mensen moeten een beetje voorzichtig zijn, maar aan de andere kant moeten we ook gewoon weer het leven gaan doen. Anders gaan we de economie gaat helemaal stuk. Hoe ziet u de toekomst? Dit gaat vanzelf over. Ja, dus we moeten niet te lang te moeilijk doen. Nee, dat schiet er niet op. Ik ben er wel heel blij mee. Volgens mij lijkt het nu allemaal onder controle. Hè? Hebben we goed ons best gedaan. En met het goede weer denk ik dat het allemaal wel moet kunnen. Alleen ja, het zal wel heel druk worden misschien maandag. Maar ja, dat is even afwachten. Hoe ziet u de toekomst? Positief. Hè? Tuurlijk, altijd. En ja, we weten gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dus het heeft ook niet zoveel zin om me er heel druk over te maken. Maar wie kan ik het beter vragen als een toekomstige kastelein hier? Ja? Wat vind jij van de versoepeling?
Ja, we zijn blij natuurlijk dat we weer meer mogen. Hè, dat we weer een biertje mogen tappen. Terras open, mensen binnen ontvangen. Hè, dat we het eetcafé weer kunnen uitbaten. Had voor mij wel iets eerder gemogen. Vandaag bijvoorbeeld al. Waarom wacht tot 1 juni? Maar, ja. Maar we zijn in ieder geval wel blij dat we meer mogen dan voorheen. Ja. En hopen dat die versoepelingen doorgaan. En dat er geen corona meer komt. Want anders hebben we natuurlijk wel een probleem. Als er nog een keer een lockdown komt, dan... Er komen nieuwe gasten op jouw tafel nummer 1, zal ik dan maar zeggen. Hoe lang mogen die mensen blijven zitten? Vermengd tot sluitingstijd. Tot sluitingstijd. Ja, maar dat wordt verteld dat ze zo lang mogen zitten en dan moeten er anderen komen. Nou, binnen gaan we wel een shift werken met eten. Alleen op het terras is het mij niet helemaal duidelijk hoe lang mensen mogen blijven zitten. Niet dat ze 2 uur of zo... Als mensen daar zitten en ze verteren goed, blijven ze gewoon lekker zitten. Toch? Tenminste, dat denk ik. Wat denk je van de toekomst? Dat is een lastige vraag, toekomst. Ik denk dat we nog wel eventjes met die 1,5 meter economie zitten, denk ik. Ik hoop niet al te lang, maar het zou zomaar een jaar kunnen duren of langer. Dus ja, het ligt er gewoon aan of we nog, wanneer is er een vaccin uitgevonden of zo. Dus ik hoop niet al te lang, maar ja, we zullen zien. Wat is uw reactie vandaag, dat de terrassen weer open zijn? Nou, ik vind het hartstikke fijn. We hebben 12 kilometer hier rondom gewandeld. En dan sluiten wij altijd af met een lekker biertje. En vandaag is de eerste keer dat dat weer kan. Dus wij zijn heel erg blij. Ja, ik ben met haar, dus het is ongeveer hetzelfde. Nou, fijn, weer meer vrijheid, dat je weer een keer eruit kunt. Kijk, het wandelen is natuurlijk ook leuk. Maar een terrasje pikken hoort er ook bij. En ja, het is wel leuk dat het weer kan. Ik ben er blij mee. En vooral met dit weer. En dan weer terug te zijn hier op het terrasje bij Draaibimke. Gewoon weer vertrouwd. Lekker gezellig. Met mijn vrienden. Ja, kei leuk. Weer even weer buiten. Hè? Van eigen terrein af weer. Leuk. Anders hadden we hier niet gezeten. Nou, ik ben heel blij dat we weer erop op het kunnen in ieder geval. Ja, zonder meer. Blij dat de horeca weer een beetje op gang is gekomen en dat we zelf ook weer een beetje op pad kunnen gaan. Want dat lange thuis zitten, daar zijn we toch allemaal op een gegeven moment wel beu. Nou, ik vind het geweldig en ik vind dat de laatste 3 maanden hier ontzettend veel bijgebouwd is. Want ja, je kunt er hier anders niet komen. Hè? Maar ik vind het leuk. En ook gezellig om weer met de familie hier te zijn. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ja echt. Ja, ik ben heel blij mee. Super. Ja. Alleen mijn bier is bijna op. Vertel. Meneer, hoe is uw reactie nu het terras weer open zijn? Ja, gezellig. Ik denk, je mag gelijk zitten om 12 uur, want ja, moet toch iets? Ja, om 12 uur zaten we hier. 12 uurtje van Mark, bij Mark besteld. En ja, nou gewoon weer genieten met z'n allen. Blijft er open, is gezellig. Huppatee, weg uit de tuin en komt goed. Ja, prima dat die regeling er is. Ja, prima hoor. En iedereen zit mooi op afstand, dus dat is een goed begin. Ja, ik ben er blij mee dat het weer kan. Hè? Het is mooi weer en het is fijn dat we weer op het terras kunnen zitten. Nou, wij komen uit het horeca gebeuren. We hebben inderdaad deze 11 of 12 weken ook gewoon thuis op het binnenplotje gezeten. Niks kort gekomen hè, qua eten en drinken. Maar we vinden het heerlijk om weer tussen de andere mensen te zitten. Oude klanten, vrienden, kennissen. Ja, heerlijk om gewoon, net als iedereen, gewoon even buiten de deur te komen. Meneer, hoe is uw reactie nu het terras weer open staat? Ik vind het heel positief. Ja. Ja. Mensen waren er ook aan toe, denk ik.
ik vind het heel mooi en heel leuk. En ze hebben het hier heel goed voor elkaar. Ja. Ja, ik kom eigenlijk niet uit mijn restel, maar... Dat is geweldig, hè? Ja. Het is wel lekker aan een wijntje. Het is altijd op een ander lekkerder als thuis, Jan. En een paar uur open, hoe is de reactie? Ja, de reactie is superleuk. Ja? Ja, ja, het is echt helemaal anders dan normaal, maar het is echt... iedereen is zo blij dat ze weer naar het terras toe mogen, lekker de horeca in. Dus nee, het is echt een superleuke dag. Dus ze zijn allemaal positief? Tot nu toe allemaal positief, ja. Sommigen moeten wel eventjes wennen aan de nieuwe regels, want... ja, vroeger was het normaal om gezellig bij vrienden te gaan staan kletsen. Ja, dat zijn dingen die er voorlopig helaas niet in zitten om te mogen doen, nee. Maar over het algemeen, ja, iedereen luistert goed, pakt de regels goed op. En als ze eenmaal zitten, dan genieten ze van een